I'm Mr. Yeman, and welcome to my new YouTube channel. Like, subscribe en voor mijn YouTube channel. En dat is een prankje, jongens. Maar welkom bij deze gloednieuwe aankondiging video. Waarom ik gestopt ben met je games is een hele goede reden. Laat ik het zo zeggen, jullie kunnen mijn kanaal nooit vinden. Laat ik het zo zeggen. Altijd als ik een video upload of wat dan ook, krijg ik heel vaak van mensen de vraag van welk kanaal is het nou? En dan moest ik ze heel vaak dingen uitleggen. En daarom ben ik ook gestopt met J-Gamers. J-Gamers blijft wel altijd mijn achternaam, wordt dat niet mijn achternaam, ik zeg maar. Blijft gewoon altijd een leuke stuk herinnering. Want ja, ik heb gewoon in die tijden... heel veel gedaan met J-Gamers. En ja, het is gewoon over. Het is gewoon over. Dus ik heb toen een nieuwe naam bedacht. Ik had die naam al jarenlang. En die heb ik toevallig toen, voor die tijd, heb ik nu voor YouTube. En mijn nieuwe kanaal heet eigenlijk gewoon hetzelfde kanaal nog, Yeman. En wat ga ik op Yeman doen? Ik ga op Yeman dus challenges doen, vlogs, gamevideo's. Alles blijft gewoon eigenlijk conclusie hetzelfde. Alleen de naam is veranderd, de YouTube logo is veranderd. De banner moet alleen nog aangepast worden. En dan is de boel opgelost. Maar ik heb het ook gedaan, juist vanwege de reden is dat er geen één YouTube kanaal Yeman heet. Geen één kanaal. Dus dit is voor mij een mooie kans om het te pakken. En ja, ga ik je games missen? Ja. Yep. Is het een mooie afsluiting? Ja. Ben ik eigenlijk bijna 2 jaar lang keihard voor iets aan het werk geweest? Ja. Yep. Heb ik er spijt van? Nope. Ik heb van elke video die ik heb gemaakt, heb ik voor die tijd, voordat ik het ging maken of opnemen of uploaden, over nagedacht van, kan dit door de bocht? Kan dit wel, moet ik dit wel uploaden? Of moet ik dit wel laten weten? En ja, ik heb het allemaal gedaan. Vanaf de video, dag 1, video van 17 februari al, toen ik begon mijn eerste video online gooide. En 2 februari dat officieel J-Gamers en nu Yeman dus is kan bestaan, heb ik zoveel leuke dingen gedaan. Ik blijf al. Jullie mogen me altijd gewoon weten dat rustig vragen blijven stellen in de comments of op Instagram of wat dan ook. Van wat is er gebeurd met J-Gamers? En wat gaan de plannen worden? En ja, het is eenmaal gebeurd. Het kan niet anders. Maar ja, jongens, tijden gaan veranderen. Maar ja, het is niet uw schuld. Het is gewoon puur een beetje de schuld van de community van YouTube op dit moment dat het allemaal aan het veranderen is. En ja, ik heb er geen spijt van en ik ga deze video zo uploaden en dan hopelijk dat het duidelijk is voor u. En dan zeg ik één ding, tot morgen bij een livestream, dat ik ga morgen streamen. Of in mijn eentje of met een paar vrienden van me. Maar dan geen vrienden die lopen te schelden, Boem. En dan zeg ik één ding, laat eens.